Een tijdje geleden liep ik in een boekenwinkel en ik was op zoek naar iets heel anders dan een boek. En ik kwam toen een boek tegen dat me meteen aansprak. En dat had te maken met hoe het omslag eruit zag, maar ook hoe de binnenkant eruit zag. En je hebt dat kunnen zien aan de titel. Het gaat namelijk om De Bronzen Stad van S.A. Chakraborty. En dit is deel 1 in de Devabhat-serie. De Devabhat-serie bestaat uit 3 boeken. En op dit moment is dit het eerste boek dat is verschenen. Deel 2 en 3 zullen hopelijk later verschijnen. Nou, je ziet al meteen aan dit omslag. Dit is echt een plaatje van een omslag. En ik zag hem liggen en hij sprong er gewoon echt tussenuit. En ik dacht, ik moet hem oppakken. En toen ik hem oppakte, zag ik dus dat de binnenkant echt nog stukken mooier was dan wat ik ooit heb gezien. Bij wat voor boek dan ook. En het sprak me gewoon meteen aan. Ik pakte het boek op, ik legde het neer, een paar rondjes door de winkel gelopen, gekocht wat ik moest kopen. Maar dat boek dat bleef me achterna zitten, want ik had hem dus niet meegenomen. Toen ik van mijn werk laatst een boekenbon cadeau kreeg, dacht ik, oké, ik ga hem nu gewoon kopen. Het is meant to be, ik ga er gewoon voor. Toen ik hem eenmaal had gekocht, kon ik hem onmogelijk neerleggen. En dit is echt een van de beste fantasyboeken die ik in lange tijd heb gelezen. Ik pak niet zo heel snel fantasyboeken op en daarom vond ik het extra leuk om dit boek ook op te pakken. Voordat ik ga vertellen wat ik nou echt van dit boek vind, zal ik eerst even vertellen waar dit boek over gaat. Op de achterkant van het boek staat het volgende. Tussen de marktkramen van het 18e-eeuwse Cairo zingen nog altijd de oude verhalen rond. Verhalen over djinns en geesten, over steden verborgen in het kolkende zand van de woestijn, vol betoveringen, verlangens en schatten die je stoutste dromen overtreffen. Daar, waar de magie door elke straat stroomt en als stof in de lucht hangt, wacht Devabhat, de legendarische bronzen stad. Achter haar hoge muren en 6 djinnpoorten ligt een plek vol intrige en betovering, waar oude vetes verre schaduwen werpen en de machtsstrijd genadeloos is. Nari heeft nooit in magie geloofd. Dromen over schatten en verborgen steden is leuk, maar als je de kost verdient met het oplichten van Ottomaanse edelen, heb je wel iets anders aan je hoofd. Tot Nari tijdens een van haar zwendelpraktijken per ongeluk een mysterieuze djinnkrijger aan haar zijde roept en ze beseft dat de magische wereld die ze voor ons inhield maar al te echt is. Sterker nog, zij zelf maakt er onherroepelijk deel van uit, want Nari heeft nooit geweten waar ze vandaan komt of hoe het kan dat ze vreemde talen kan verstaan die niemand haar ooit heeft geleerd. Ze hoopt dat de krijger haar de antwoorden kan geven die ze haar hele leven heeft gezocht. Maar iedereen weet dat een wens doen bij een djinn fatale gevolgen kan hebben. Toen ik ook las waar dit boek over ging, dacht ik, dit is echt super cool. Dit verhaal speelt zich dus af in de 18e eeuw. Het speelt zich af in het Midden-Oosten. En dat zijn precies de verhalen waar ik nooit over lees. Dus ik dacht, ik moet dit boek lezen. Goed, nu naar wat ik vind van De Bronzen Stad. Ik ga eerst beginnen met de nadelen, want dat maakt het wat makkelijker. Wat ik soms lastig vond, is dat Nari een personage is dat heel sterk is. En ze weet heel goed wat ze wil. Maar ze komt soms veel te naïef over voor alles wat ze ooit heeft meegemaakt in haar leven. Zoals je dus weet is Nari iemand die de boel bij elkaar oplicht, steelt en bedriegt. En ze is gewoon heel erg op haar hoede op die manier geworden. Omdat ze dus altijd te maken kan hebben met verkeerde mensen. En tijdens het verhaal, en zeker vooral op de punten waarop ik dacht, dit is echt een cruciaal stuk in het verhaal, had ik soms zoiets van, ik vind dat zij veel te naïef en te goedgelovig wordt neergezet. Ze neemt alles aan zonder dingen in twijfel te trekken. Terwijl als je even goed nadenkt, iemand die werkt zoals Nari, die is wel wat meer op haar hoede, normaal zou je zeggen. Dus dat vond ik wel jammer eraan. Maar Nari is wel echt een karakter dat heel sterk is en dat ik ook heel cool vind. Dus het was niet echt heel storend of zo, maar het was meer dat ik er af en toe over nadacht. En als ik dan het boek niet aan het lezen was, dacht, dit klopt niet helemaal. Wat ik ook soms wel lastig vond, is dat het verhaal heel langzaam aan het opbouwen was. Ik denk dat we tot de helft van het verhaal, en dat is ongeveer 300 pagina's, zijn we zeker alleen maar bezig met de wereld uitleggen. En ik vond dat soms wel jammer, want ik hoopte dat het iets sneller ging. Maar omdat het dus een trilogie betreft en er nog 2 boeken verschijnen, is het eigenlijk heel logisch dat het gewoon langzaam opbouwt. Dus ik heb me er niet per se aan gestoord, maar ik hoopte gewoon soms dat het wat sneller ging. Maar ik begrijp dat het soms wat langer duurde, omdat je gewoon deze wereld goed moet snappen. En daarop voortbordurend, het voordeel daarvan is weer dat deze auteur echt heel mooi heeft beschreven hoe de wereld eruit ziet van De Bronzen Stad. Je krijgt alles mee, van culturen tot geloven, van alle politieke gevoeligheden. Personages worden heel erg mooi gebouwd. Je ziet de werelden voor ze zoals ze geschetst zijn. Dus dat vind ik er heel mooi aan en dat is ook heel uniek aan dit verhaal, want je kan het heel mooi visualiseren en de personages krijgen echt gewoon een eigen karakter en je weet ook precies wie je aardig vindt en wie je niet aardig vindt en je snapt precies wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dus wat dat betreft weegt dan dat ene nadeel wat ik net zei, dat het wat langer duurt,
minder zwaar op tegen het voordeel dat het zo mooi beschreven is. Wat ik ook heel leuk aan dit verhaal vind, is dat het dus in het Midden-Oosten plaatsvindt. De meeste boeken die ik vaak lees, die vinden plaats in het Westen. En dat is niet erg, maar daardoor vond ik het extra leuk dat dit verhaal in het Midden-Oosten plaatsvindt. De auteur heeft ook echt wel haar best gedaan om het Midden-Oosten mooi te schetsen en te beschrijven wat er allemaal speelt. Dus dat vind ik heel cool. Nari is een heel mooi personage, zoals ik net al zei. Ze is heel krachtig en sterk en ze weet te overleven in Cairo. Op de momenten dat zo'n stad als Cairo in de 18e eeuw eigenlijk helemaal niet klaar waren voor een vrouw alleen. Nari kan zichzelf helen, maar dat is eigenlijk voor haar de normaalste zaak van de wereld. Ze geeft hier niet zoveel aandacht aan. Nari is echt een heel mooi personage. Ze is heel krachtig. Ze steelt en ze bedriegt de boel bij elkaar om te kunnen overleven in de straten van Cairo. En dat is best wel uniek, zeker omdat het rond de 18e eeuw plaatsvindt. En de 18e eeuw is natuurlijk helemaal geen tijdperk voor een vrouw alleen. Als ze op een gegeven moment een spreuk per ongeluk uitspreekt en een djinn oproept, staat Nari's leven op zijn kop. Ze weet eigenlijk niet wat ze nou precies heeft gedaan, hoe ze die djinn heeft opgeroepen. Maar één ding is duidelijk, zij en de djinn, die Dara heet, moeten vluchten voor hun leven, want er komen een soort zombies achter hen aan. Ze noemen dat ghouls, als ik het goed zeg. En die komen dus achter hen aan en ze moeten vluchten. Al gauw komt de djinn Dara erachter dat Nari anders is dan dat anderen zijn en dat ze een unieke kracht heeft. En hij belooft haar naar Devabad te brengen. Dat is de plek waar Nari haar soortgenoten veilig zijn. En Nari besluit om van deze kans gebruik te maken omdat ze hoopt zo meer over zichzelf en haar verleden en familie te leren. Eenmaal aangekomen in Devabad, na een hele lange reis met heel veel gebeurtenissen, blijkt het allemaal niet zo makkelijk als dat gepland. Ook kom je er al snel achter dat er nog iemand is die een belangrijke rol in het verhaal heeft en dat is Ali. Ik vind het een hele leuke manier dat er eerst dus vanuit Nari wordt verteld en dat je vervolgens wordt geïntroduceerd aan Ali. De drie personages die centraal zijn, zijn dus wat ik net zei, Nari. En Nari is dus de krachtige jonge dame die niet weet waar ze vandaan komt, maar bepaalde krachten heeft. Dan hebben we de djinn Dara. Dara is een djinn en hij heeft echt een ontzettend heftig verleden. En hij heeft maar één ding dat hij op dit moment wil doen en dat is Nari beschermen. En dat is dus ook een taak die hij uiterst serieus neemt. En dan heb je vervolgens dus nog Ali. Ali wordt aangestuurd door zijn vader en zijn broer vanuit het koninklijk huis. En je merkt dat Ali niet helemaal op zijn plek zit. Hij wil de orders van zijn vader en broer eigenlijk niet aannemen. Hij heeft een andere filosofie en een andere kijk op dingen. Maar ja, hij moet wel. Wat ik heel mooi aan dit verhaal vind, is dat er dus wordt verteld vanuit de perspectieven van Nari en Ali. Op deze manier leer je de personages heel goed kennen. Ga je echt met ze meeleven. En krijg je ook echt het gevoel dat je ze heel goed kent. Je gaat je wel afvragen wat die verhalen met elkaar gemeen hebben. En wanneer ze nou in hemelsnaam samenkomen. En dat vind ik heel cool eraan gedaan. Want op een gegeven moment ben je alleen maar aan het speculeren wat er in hemelsnaam kan gebeuren. En als je dan bij een ontknoping bent. En ik ga je niet vertellen wat er gebeurt, want dat is niet leuk. Dan word je compleet overrompeld en wil je alleen maar door blijven lezen en juist afwisselen van perspectieven om door te lezen wat er nou plaatsvindt en wie, wat, waar, hoe. Het is echt heel krachtig en het zorgt voor echt super veel diepgang in het verhaal. Ik vond De Bronzen Stad echt een geweldig verhaal. Het is een boek vol met fantasie en het voelt tegelijkertijd toch alsof het plaatsvindt in een normale wereld. En deels doet dat het ook. Dus het is heel leuk dat er een hele normale wereld is waar fantasie-elementen aan toegevoegd zijn. En dat is ook heel mooi aan dit verhaal. En hoewel het verhaal dus heel dik is, zoals je kunt zien, het is een boek van zo'n 600 pagina's, is het een verhaal dat je echt heel snel uitleest. En dat heeft ermee te maken dat het gewoon heel spannend is. En je continu wil weten hoe het verder zal gaan. En ik kon het onmogelijk neerleggen. En op de momenten dat ik dan even niet aan het lezen was, dan had ik het verhaal gewoon de hele tijd in mijn achterhoofd. En was ik aan het speculeren hoe het nou in hemelsnaam verder kon gaan. Het einde was wel echt een enorme cliffhanger. En ik werd gewoon overrompeld door het einde. En ik had niet verwacht dat het zo zou eindigen. Maar aan de andere kant weet je gewoon, er is nog een deel 2 en er is nog een deel 3. Alleen moeten die nog verschijnen in het Nederlands. Dus dat is best wel een nadeel als je aan deze serie begint. Ik kan je nu al verzekeren, je wil gegarandeerd doorlezen om deel 2 en 3 ook op te pakken. Want mijn hemel, wat was het een ontzettend spannend verhaal. De auteur van De Bronzen Stad heeft echt heel erg haar best gedaan om een prachtig verhaal neer te zetten. Het is een verhaal over krachtige personages in een fantasierijke wereld. Met allerlei politieke en culturele gebeurtenissen die gevoeligheden onderling oproepen. En dat is heel mooi uitgewerkt, want je ziet gewoon heel veel dingen terugkomen waar wij nu in de 21ste eeuw ook nog steeds problemen mee hebben of tegenaan lopen. Dus het is heel mooi dat het zo'n verhaal is dat eigenlijk heel tijdloos is en dat heel erg herkenbaar kan zijn voor velen. Het is een spannend verhaal, wat ik net al zei.
Je kunt dit boek echt onmogelijk neerleggen. Het is zo goed geschreven dat je gewoon non-stop aan het lezen bent. En als je dan eenmaal tegen het einde bent, dan wil je alleen maar doorlezen. Maar ja, dat kan dus niet. Dus ik hoop dat deel 2 en deel 3 supersnel zullen verschijnen. En ik hoop ook dat die dan net zo mooi zijn, al dan niet mooier, als dit geweldige boek. Want dit is natuurlijk wel echt heel uniek aan een boek. Dit is ook echt een boek dat ik in mijn boekenkast zal laten staan. Dat echt staat te schijnen in mijn boekenkast. Want je ziet het gewoon meteen hoe mooi die is. En hij mag gezien worden. En dat is er ook heel leuk aan. Al met al heb ik het heel erg genoten van De Bronzen Stad van S.A. Chakraborty. Het was een ontzettend fijn boek dat me dagenlang in zijn greep heeft gehouden. Een boek dat ik ook aan iedereen kan aanraden. En toen ik het boek ook eenmaal uit had, dacht ik alleen maar... Dit was waarschijnlijk een van mijn eerste 5-sterren boeken van 2022. Een van mijn nieuwe favorieten van dit jaar. Want het was zo'n goed, sterk verhaal dat me onmogelijk los kon laten en dat ik aan iedereen kan aanraden. Dus ik ben heel erg benieuwd, heb jij dit boek ook al gelezen? En zo ja, vertel me dan vooral wat jij van het verhaal vindt. En als je het nog niet hebt gelezen, dan hoop ik dat ik je heb geïnspireerd om dit boek ook op te pakken. En volgende keer ben ik weer terug met een nieuwe video. Thanks voor het kijken. Doei doei!